De delegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adin, die de Libakrutu te Dritapigi zou bijwonen, is niet meer afgereisd. De reden hiertoe is dat president Boutersen heeft vernomen dat er een andere situatie is ontstaan op de Krutu. Het staatshoofd heeft de VP gisteren hieromtrent voor een spoedoverleg ontboden. Wij spraken president Boutersen kort na de kranslegging op het plein van 10 oktober. De regering heeft de ceremonie met betrekking tot de Graman afgerond. Zoals u weet is het de Saramakaners zelf die het culturele gedeelte bevestigen. En we waren drie. Men heeft gevraagd, oké, maak een keuze. Ik heb de hele procedure aangegeven. En ter afronding daarvan, dan beëdigt de regering na overleg met de individuele, met de Gramang, van hoe zal verder het werk voort gaan vinden. Nou, dat is afgesloten. Dat is een stukje gewoonte. Is een recht op zichzelf al. Dus voor ons hebben we geen boodschap aan, aan andere lawaai-schoppers. Dus we gaan rustig verder, in orde van de dag. Ik denk dat de mensen het moeten weten en ik vind het jammer dat we hadden gehoopt dat daar een ander soort boodschap, want zoals ik eerder zei, er is nogal wat nood in het binnenland waar we aan moeten werken. Maar je ziet dat er andere bedoelingen waren en dat is niet zuiver. Maar uiteindelijk zal dat altijd het onderspit delven. Dus geen regeringsdelegatie meer? Nee. President Boutersen over het niet meer deelnemen van de regeringsdelegatie aan de Libakrutu. Het staatshoofd heeft in een brief aan de organisator van de Krutu, Graman Bonofilanti, laten weten waarom de regeringsdelegatie niet meer is afgereisd. Boutersen laat ook optekenen dat de regering het op prijs stelt op een later moment diepgaand van gedachten te wisselen met de Graman over de wensen en noden van de Maron-gemeenschap.